God had ook de geboorte van zijn lieve zoon verborgen kunnen houden. Maar God heeft een behagen gehad om het ons bekend te maken. Waarom? Ja, misschien denkt u wel, om mijn straf straks des te groter te maken. Dat God straks zal zeggen als ik voor zijn rechterstoel sta: ik heb het je verkondigd, maar je hebt het niet gewild. Daarom doet God dat. Ik denk dat u God niet goed kent. Ik weet het zeker. U hebt een heel verkeerd beeld van God. En hoe moet dat veranderen dan, dominee? U moet luisteren. Want door het horen van het woord werkt de Heilige Geest in ons hart een godsbesef. Dat besef wat we van huis uit hebben, wat we misschien hebben meegekregen, ingeademd op school, dat kan wel eens een heel verkeerd godsbeeld zijn. Dat God een soort tiran is. En dat God angst en vrees in je hart werkt. Maar een God die grote blijdschap verkondigt, dat kan toch niet? En dat aan zulke simpele mensen. Geen status, geen borst vooruit. God heeft ervoor gekozen. Het was geen toeval, het was ook niet per ongeluk. Maar God wilde het. Wat wilde God? Niet door pracht en door praal. Niet door status. Maar door schande. Door nederigheid. Door alle glans van de wereld voorbij te gaan, heeft God zijn kind bekendgemaakt, de geboorte van zijn lieve zoon. Dat moet wel verkondigd worden. Want als dat niet verkondigd wordt, dan hoor je het niet. Want je hart leert het niet. Nee. Je verstand ook niet. Nee, natuurlijk niet.